pense que le projet de Willem est très bruxellois en fait. Sur papier, c'est vraiment un projet qui peut autant être génial que complètement foireux. Enfin, je veux dire, ça dépend vraiment de la personnalité qui dirige le projet. Well, I guess recording is a bit like photography, where the work can become much more interesting with the passing of time, as you see how things change. And I think sometimes you don't realize what is special or particular about what is current and where we live. Until you see it 10 years later or 20 years later. Maar hij heeft echt al bewust zo die momenten van nu pauze en loslaten voor het idee. En dat past ook wel heel goed bij het idee van kom heen gewoon. Allee, dat is gewoon het idee van. Wat de plaat is geworden, heb ik als uitgangspunt het idee gehad dat ik graag wilde dat het voelt als een soort wandeling. Het feit dat je zoveel verschillende buurten tegenkomt en zoveel verschillende indrukken krijgt en zoveel verschillende. Mijn rol daarin om die eigenlijk te verbinden als een plaats zijnde, is dan een beetje de stadsindeling. Kom Heng is mijn project in Volta, waarbij ik verschillende muzikanten uitnodig uit het Brusselse. Dat waren er 13 voor deze editie. Ze zijn afkomstig uit veel verschillende uithoeken van het muzieklandschap, het muzikale landschap. En wij doen individueel creatiesessies. En uit die sessies destilleer ik een album. Getiteld Kom Heng 2. Arne is wel vaak zo een beetje mijn... klankbord klinkt eigenlijk een beetje... klinkt veel te oneerbiedig voor wat het is. Het idee om een tweede editie te doen van dit project kwam van hem en van Volta. Wel, zalig is. Het geeft meer middelen en we konden meer mensen uitnodigen. Het kon groter zijn dan het daarvoor is geweest. En we hebben eigenlijk samengezeten en we hebben gewoon namen beginnen opnoemen van mensen waarvan wij het werk appreciëren. Voltage... C'est un peu comme une grande maison musicale comme c'est à Bruxelles pour moi. En dan ja, samen van die foute popliedjes schrijven. Dan waren die drums wel luid. Ik wist vrij zeker dat ik wou beginnen met Casper als eerste. En omdat ik weet... Dat de meest delicate sessie is van allemaal, want er is nog niks. Hoe begin je met niks? En op het einde van de dag heb je een start, een beginpunt voor een keil. Je moet zien dat er een vruchtbare bodem of zo. Iedereen individueel heeft gewoon ongelooflijk unieke kwaliteiten, denk ik. Weet ik. Ik kan nu alle sessies beginnen afgaan en het was allemaal echt heel vet. C'était mi-août, je pense, ou début août, je ne me rappelle plus. Mais en fait, Willem, je le connais bien parce qu'on était carrément dans la même promo au conservatoire d'Anvers. Il m'avait déjà, je pense, contacté au moment du premier volume de Kom Heng. J'avais pas encore écouté le premier Kom Heng, mais j'ai été écouter, je trouvais ça hyper intéressant. Et puis, ouais, le concept aussi de juste... Sam Comer. Et puis bon, là, il m'avait recontacté pour le deuxième, voilà, avec ce grand mail. Je sais plus si c'est Arne ou Luc qui m'a envoyé ce grand mail explicatif de tout le concept, et je trouvais ça super. Je pense que quand je suis arrivée, déjà, je trouvais pas Willem. So I came with all of my instruments, or all the instruments I could carry with me? Il est venu me chercher, il m'a emmené au local où on allait faire des sessions et tout ça. Et il avait l'air super enthousiaste. Bon, tu arrives, tu prends le café avec Willem, tu discutes un peu. On était dans sa salle de répétition. T'as plein de batteries différentes. So we listened to all the tracks and then immediately just went straight into recording. Die atmosfeer. Ja, gewoon heel gezellig. Tu sais pas encore trop c'est quoi la musique, tu fais travailler ton imaginaire à fond. En hij had echt zo zijn eilandje, zo'n cocon van zijn computer stond daar, hier stond een
keyboard, denk ik, of een synthesizer. Ik had dat mijn synth ook opgesteld. En dat was echt zo één, ja, kokonnetje of zo. J'adore l'idée de juste faire ces layers, cette improvisation énorme avec plein de musiciens différents que tu connais pas forcément. Et ik zie Willem echt als een kok en wij zijn de kruiden ofzo. Hij is een beetje de mixmaster ofzo. GSM-opname is dat eigenlijk ergens doorheen de sessie met Jacob. We hadden al enkele dingen opgenomen en dat ging eigenlijk, dat was echt een ongelooflijk vruchtbare sessie. En dat was veel materiaal kunnen opnemen en veel frisse ideeën. En die was helemaal mee. En op een gegeven moment hadden we pauze gepakt en komt hij terug het lokaal binnen en zegt hij, maar ja, ik heb iets opgenomen met mijn gsm. Hij was naar het wc geweest of zo. Geen idee. En hij liet dat horen. Van ja, ik was dit aan het denken als baslijn. Misschien een idee dat we ergens kunnen gebruiken. Ja, dat was met een dictafoon van zijn gsm. Ik had al een microfoon bij zijn bas gezet. Je kunt je gsm dan eigenlijk tegen je baselement houden en dan krijg je eigenlijk het geluid van je gsm doorheen je signaal van je basgitaar. Anyway, het kwam uit de boxen, maar je hoort dan ook zo het zo typische digitale geruis van de gsm. Dat is zoiets... Dat is altijd dezelfde... Ik ben bijna iets van een jazz-symbaal of zo. Je pense que pour une session comme ceci, c'est très important de se vider la tête et de un peu enlever toutes ces règles qu'on s'impose à soi-même en tant que musicien parfois, surtout en tant que musicien qui étudie au conservatoire. Je vais juste faire ce que je fais, quoi. Je fais un peu de méditation aussi, mais musical. Donc, il n'y a pas de silence, tu vois. C'est plus une note que je tiens et je la répète pendant une dizaine de minutes pour me calmer et genre be in sync with my body et ma tête. And one of the things is, if you improvise, is that sometimes you have to know when to not add anything because it won't improve it. So I guess just intuitively, whenever I felt that there was a space in the music to add a little, to add anything at all, I just did it. Usually the first decision that you make when you're going to record something like this is which instrument, because it's kind of the biggest decision that you can make. The state of mind when you're improvising is mostly like, or for me at least, it's just about being completely in the moment, feeling uninhibited, and not—I don't know—it's very intuitive. So it's hard to talk about it in an intellectual way because I don't think it exists on that level. I don't think you should be thinking in like a conscious level, on a analytical level while you improvise. On the other hand, you should be completely focused. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, t'as pas forcément besoin de connaître plein de gens pour créer quelque chose, tu vois. Enfin, il y aura toujours des gens pour t'aider, en fait. Si t'as une idée et que t'as envie de faire quelque chose, il y a ce truc super familial à Bruxelles. Si tu persévères un peu, il y a toujours des gens qui seront derrière toi pour t'aider, quoi. Après, financièrement parlant, c'est une autre histoire, mais... It's good to talk about inclusivity, but the biggest problem is like capitalism, economic inequality, and identity politics. That's my own. Maybe the main thing, my observation about like Brussels and then about this
project is that to get to the level where you're playing, to be able to do this project, is already very exclusive. It requires certain circumstances in your life to be able to be, like, have the time to work on playing your instrument or becoming a musician. To get to that level is already such a strict criteria. I mean, I know that it's really open and people have different backgrounds, but just in terms of the hours, to spend that many hours in your life on that one thing is quite a privilege, actually. By its nature, not inclusive. You can't pick everyone off the street and get them to do this, because it requires a ability that you have to work on. Ik denk niet dat ooit de bedoeling is geweest in essentie van het project om een politiek statement te maken. Maar je moet ervan uitgaan dat eender welk ding dat je in het leven roept, of dat je de kans geeft om te bestaan, is een weerspiegeling van iets en van personen, van alle personen die eraan meewerken. En het feit dat we hier heel bewust hebben gekozen voor een super diverse groep muzikanten, op verschillende vlakken, was een heel bewuste keuze. En is op die manier ook wel een soort van parallel te zien aan een stad als Brussel, waarin dat zoveel verschillende culturen, zo functioneel en zo dysfunctioneel als maar zijn kan, samenleven. Die in die randomness toch ook allemaal het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van dezelfde stad. Het is wel een mooie metafoor voor het project, of omgekeerd. Het spijt me, mijn lichaam wil meepraten. Mijn maag is aan het protesteren. Nee, het is wel politiek. Het is altijd de bedoeling. Allee. Comment, d'une certaine manière, c'était plus simple d'enregistrer sur des sons préenregistrés sans connaître les personnes qui étaient derrière, sans les voir, sans les voir jouer, sans les voir interagir. Ils sont pas là, ils sont déjà passés, ils ont enregistré, le son est là. Quoi que tu fasses, ça va pas les faire rire ou pleurer. Ça te ramène vraiment à toi. Tu te demandes qu'est-ce qui me touche dans ce morceau-là, quel est mon rapport à ça. C'est très mystérieux, hein, c'est presque mystique. J'ai super hâte d'être au mois de décembre ou plus tard, si ça se fait plus tard, et de juste être dans une salle et d'entendre le tout pour la première fois, quoi, avec tous les musiciens autour de moi. Moi, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Dat ik echt zo ben gaan zitten en gewoon dat over mij gaan laten komen, maar ik denk dat ik ook wel direct zou willen horen van, ah ja, waar zit wat? Allee, vertel, ik denk nu, van dat zou mijn eerste reflex zijn. Maar eigenlijk zou ik dat niet willen hebben. Ik zou gewoon willen overspoeld worden door alles wat is opgenomen. Ik heb onlangs met iemand gebabbeld die zei van, je moet echt eens mediteren, echt eens mediteren. En ik zei, ja, maar wat is dat dan concreet voor u? En ze zei, ja, voor mij is dat echt gewoon je focussen op je ademhaling en elke gedachte die in je hoofd komt, direct niet wegduwen, maar direct loslaten. Dus niet in verder gaan. En ik denk dat ik misschien op die manier is van mij naar muziek wil luisteren. Dat ik niet direct van alles denk, maar gewoon zetten en het tot u laten komen, u laten overspoelen. Dus dat ga ik wel doen ook, als ik omheen hoor, denk ik.